MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Welkom bij een nieuwe aflevering van MVV TV en wij gaan vandaag op bezoek bij onze nummer 9, Anthony van der Hurk. En dat wordt niet zomaar een visite, dat wordt namelijk kraambezoek, want Anthony is vorige week papa geworden. Hi mannen. Goedemiddag. Kom binnen. Hoe is het? Goed, goed. Ja? Goed met jullie? Ja, ook goed. Mooi. Jij bent vader geworden vorige week. Yes. Komen we even op kraambezoek. Heel leuk. Is de kleine wakker? Hij is wakker. Ja, hij slaapt wakker een beetje tussenin. Dus, Oké. Okay. Kom binnen. We gaan snel kijken. Hey jongens, hoe is het? Jullie zijn kerstverse ouders geworden. Ja. Ja, goed. Vertel. Heel goed. Hij maakt het goed. Hij doet het goed. Hij drinkt goed. Hij huilt goed. Uh-huh. We zijn druk met hem, maar het gaat allemaal goed. Ja. Ja, houdt hij je dan ook, want voetballer heeft zijn rust nodig, hè? Zijn het gebroken nachten? Ja, dat wel. Ja. Dus al die clichés die zijn wel waar, maar je krijgt er wel iets heel moois voor terug. Dus dat scheelt, ja, absoluut. Ja, ja. Hoe is het voor jou? Ook goed, wel zwaar. Ja? Vooral 's nachts, maar hij doet het goed. Ja, want alles komt eigenlijk ook samen voor jullie, hè? Want de geboorte van de kleine, jullie zijn natuurlijk pas naar Maastricht verhuisd. Ja. Hoe is dat? Nee, dat gaat eigenlijk allemaal goed. We wisten waar we aan begonnen in het begin. Mm. En familie en vrienden hebben ons goed geholpen. We zijn snel hier ingetrokken. Mm. Huisje was helemaal klaar, dus hij was welkom. En nu is het extra leuk dat hij er is. Ja, ja. Neem ons even mee naar het moment dat Leveen geboren werd. Dat was rondom de wedstrijd FC Twente MVV, hè? Mijn vriendin moest ingeleid worden. En ze was in het ziekenhuis en daar werden afspraken over gemaakt. En toen vroegen ze aan haar van of eventueel op zaterdag kon worden ingeleid en dat die dan op zondag zou worden geboren. Alleen, en dat stuurden ze naar mij via de app en ik zei van ja, kan het dan niet een dagje later, want we spelen op zondag tegen FC Twente. Ja. Belangrijke wedstrijd. Ja, belangrijke wedstrijd, weet je. En voetbal is toch wel iets wat belangrijker voor me is. Ja. En in eerste instantie hadden we daar wel niet ruzie over, maar wel zoiets van, ja, een beetje woorden. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon heel graag die wedstrijd spelen en ja, weet je, ik bedoel, we mochten toch kiezen wanneer ze werd ingeleid, dus had ik liever een dag later. Ja. Uiteindelijk kon dat en scoor je ook nog tegen FC Twente en daarna gelijk snel terug naar het ziekenhuis. En een dagje later wordt een klein wondertje geboren. Oudman Cunion met de voorzet van den Urk en het doelpunt voor MVV, want de vlag blijft omlaag. Ineens komen de Limburgers op voorsprong. Hey, dan behoor je nu tot de papa's van de selectie, maar dat zijn er niet zoveel geloof ik. In Pol volgens mij alleen. Ja. 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 Heb je dan nog vaderlijk advies uitgewisseld? Ja, ik heb hem wel wat dingetjes gevraagd. Ja. Nou, absoluut. Ja. Ja, ja, dingetjes dan ook. Erik Wintjes, de fysiotherapeut, is ook vader. Dus daar heb ik wel, die jongens heb ik wel allemaal advies gevraagd. Mm. En uiteindelijk komt alles toch wel natuurlijk. Dus, ja. Hoe is Anthony tot nu toe als vader? Heel lief. Ja? Ja. Voor mij is hij de beste vader en voor Leveen ook, ja. Oh. Ik ben echt heel blij dat we ook hier in Maastricht zijn nu. Ja. En dat hij gewoon lekker dicht bij huis is. Mm-hmm. Dus dat hij snel thuis is en dan kan hij het toch even overnemen, dan kan ik bijslapen. Kijk, dit is de babykamer. Ja, dit is hem. Heeft hij hier al nachten doorgebracht? Nee, nog niet. Hij slaapt bij ons op de kamer. Ja. Hij is nog een beetje moeite met zichzelf op temperatuur te houden, dus hij is nog lekker bij ons. Oké. Maar over een tijdje komt hij hier te liggen, ja. Nou jongens, bedankt voor dit kijkje in jullie leven. Ja. Heel veel succes en heel veel geluk met de kleine Leveen. En Anthony, dat je er nog veel mag gaan maken dit seizoen. Dankjewel. Ja. Dat hoop ik ook. Ja. Ja. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van MVV TV. Volgende week dinsdag zijn we er weer rond de klok van 7 uur op Facebook. Bye bye!